ik zou het heel fijn vinden als je een burgemeester krijgt die zich ook daarmee bezig gaat houden. Dat Hoek van Holland is Rotterdam, oké. Wandel het dan ook als Rotterdam. We zijn hier op het Brinkplein in Hoek van Holland. En wij zijn hier vandaag namens Leefbaar Rotterdam op de burgemeestertour. Abu Talib die gaat ons verlaten. De nieuwe burgemeester gaat gekozen worden. Er is daar een selectiecommissie voor. Ja, en wat voor competenties en wat voor thema's wil je meegeven? Ik heb een hele mooie vragenlijst voor. En wij geven dat ook als boekje mee aan de nieuwe burgemeester. Van hey, succes en zet hem op. En dat hij betrokken is en meelevend. Dat vind ik wel erg belangrijk. Ja. En dat hij gewoon wel voor de mensen er is. En niet met alle dingetjes meelopen. Gewoon wat hij zegt, moet hij ook doen. Net als wat Joey altijd zegt, die zegt altijd alles en die doet het ook. Voor het volk. Dat is leuk. Voor de mensheid. Sta je hem niet als burgemeester? Ik zou heel graag, ik zou echt op hem stemmen, ja. Leeft politiek hier op de markt? Bij sommigen wel, bij sommigen niet. Bij sommige mensen heb ik al gezegd van nou ja, ik heb er eigenlijk helemaal niks over te vinden. Dus ik doe er ook helemaal niks mee. En bij andere mensen gaan echt gesprek met je aan van hé, ik woon in deze straat, maar ik loop daar tegenaan, dat is leuk. Oh, en trouwens over die burgemeester, dit, dat, zus en zo. En wat zijn thema's voor jou belangrijk genoeg om aan de burgemeester mee te geven? Hé, hou je rekening mee. Ik heb genoeg thema's, maar ik denk niet dat die voor camera bestemd zijn. Dat Hoek van Holland ook op de kaart wordt gezet en dat daar ook naar gekeken wordt en dat daar ook dingen voor gedaan worden. Ja. Net als de horeca winkels hier, we hebben hier niet eens meer een slager. Ja. Er komen allemaal buitenlandse bedrijven bij waar je wat kan eten, waar je wat eten kan halen, maar om iets vers te halen is hier gewoon niet meer. Maar wat vindt u belangrijk aan de nieuwe burgemeester? Nou, dat dit belangrijk heeft, niet alleen voor Rotterdam. Ja. Ook voor Hoek van Holland. Ja, zeker. Dat wordt wel eens vergeten. Ja. Ja. En dat is jammer, hè? Hij is hier een paar keer geweest, hoor. Hij doet zijn best. Abu Talib, PvdA. Ik weet dat dat wordt altijd gezegd, dat maakt niet uit. Ja. Maar is dat echt zo voor jou? Is het nou iemand van de... Van de SP is? Als burgemeester ben je natuurlijk onafhankelijk. En je hebt wel hier en daar een kleur. En dit antwoord is ook waarschijnlijk hartstikke politiek correct. En ja. Dat weet ik. Maar het belangrijkste is wel dat hij gewoon er voor het volk is. Hij moet luisteren en hij moet gewoon zijn taak uitvoeren. Ja. Dus dat baal je niet? Nee. Persoonlijkheidseigenschappen die belangrijk zijn. Die vraag eigenlijk. Hoe ziet u dat? Wel lastig, daar ben ik niet echt op voorbereid, maar ik denk ja, dat sowieso veiligheid in de stad wel een heel belangrijk ding is natuurlijk. Als je natuurlijk ziet wat tegenwoordig met al die explosies en dergelijke, en, is dat wel een heel belangrijk item is, denk ik. Ik denk de woningssituatie in de stad. Ik ben zelf geboren in Rotterdam, ik woon nu hier met mijn ouders nog steeds. Ja. Maar het liefst zou ik wel gewoon in de stad willen wonen. Ja. Maar ja, dat is bijna onmogelijk. Krijg je niet voor elkaar, dat is wel een dingetje wat heel erg speelt. Abu Talib is... Nou, ik gezien heb voor Rotterdam echt wel goed bezig geweest. Alleen hier ook niet echt aanwezig geweest. Ik heb hem hier niet echt een keer gezien. Of ik moet nog een mist hebben. Maar ik merk niet dat Hoek van Holland daar echt bij betrokken wordt. Dus ik zou het heel fijn vinden als je een burgemeester krijgt die zich ook daarmee bezig gaat houden. Ik laat het woorden voor als jou. Ik heb geen flauw idee. Nee, ik heb echt geen flauw idee. Nee. Ja. Maak je daar dan niet zorgen over? Nee, ik vind het echt best wel spannend. Het is een procedure. Er komt één keer in de zoveel jaar voor natuurlijk. De laatste keer was 15 jaar geleden, meen ik. En ik heb nu eigenlijk het gelukje dat ik dat ook mee mag maken. Dus dat vind ik ook wel spannend.